Als je net 18 bent geworden, komt er heel wat op je af. Ineens moet je allerlei zaken regelen waar je normaal niet zo bij stilstaat. Welke zaken dit allemaal zijn, kon vrijdagavond ontdekt worden tijdens een informatiemarkt van de gemeente Waterhoek. Denk aan zorgverzekeringen, geldzaken, belastingdiensten, zaken. En er staan verschillende instanties hier achter me om eigenlijk de jongeren mee te nemen en ze tips mee te geven voor hun 18e jaar. Ik ben namens de Sociale Woningbouwvereniging. Wij zitten onder andere voor de gemeente Waterhoeken in Franeker. En we geven informatie over het huren van een sociale huurwoning, waar je rekening mee moet houden. En wat nodig is om aan een woning te komen en hoe lang dat duurt. Want dat duurt heel lang. In sommige gevallen best wel, ja. Vooral in de steden duurt het wat langer. Een gezinswoning duurt over het algemeen ook ietsjes langer dan misschien een appartementje ergens. Dus wees wel voorbereid, want je hebt niet zomaar een huis. Voor de eerste editie van deze informatiemarkt koos de gemeente Waterhoeken voor een niet al te voor de hand liggende locatie. Of toch wel? Nou, het is een locatie waar de jongeren sowieso al bekend zijn. TDF organiseert natuurlijk veel schoolfeesten voor de jeugd tussen 12 en 16. Op vrijdagavond is dat dan regelmatig. En we hebben hier ook straks ook een activiteit, lasergamen. Ja, dan is het mooi dat het in een beetje smoeken, donkere omgeving is. En ja, wat is er dan mooier dan zo'n club als TDF in Bellicum? Ik vind het wel een goed idee. Het is informatief. Ik naar de jeugd daar, die het 18 wordt. Er komt heel veel op hun aardig. Zorgtoeslag, belastingdienst, van alles. Alles wat belangrijk is. En wist je dat al? Nee. Denk je dat ook nodig is, zo'n infomarkt? Jawel. Ja, heb je meer kennis, want op school krijg je dat niet echt heel snel. En, ja, en als je zo'n markt binnenkomt, dan krijg je van alles te horen. Heel informatief dus, maar niet zozeer druk bezocht. Want ongeveer 800 jongeren die waren aangeschreven, kwamen er slechts 20 opdagen. Toch was de organisatie na afloop tevreden. Ze had rekening gehouden met nog minder animo. Omroep Zeeland.